Vijf jaar geleden bezochten we voor NH Sport een schermtoernooi in Amsterdam. En een van de talenten was toen Daniel Giacon. Inmiddels is Daniel een stuk groter en nog altijd aan het schermen. Sterker nog, hij is uitgegroeid tot een van de grootste talenten van Europa. Ik was altijd heel erg met zwaarden en piraten bezig. Ja. Toen kwam er opeens iemand van mama's werk en die zei, misschien is schermen wel wat voor jou. Nou, toen gingen we naar proefles doen en ik vond het gelijk helemaal leuk. Ja, dus je voelt je eigenlijk zelf een beetje een soort piraat. Ja. Hey Daniel, dat is even geleden. Ja, ja zeker. Kan je het nog herinneren? Ja, het was bij Sista. Hoe oud was je toen? Volgens mij 7. Ja, en nu? Ja, 15. Ja, ja, een grote jongen geworden. Een tijdje geleden al. Ja, wat is er gebeurd in die tussentijd allemaal, op sportief gebied dan? Nou, sowieso heb ik veel meer bereikt. En ik ben een paar keer Nederlands kampioen geworden. Was 7 op het EK in Maribor. En ja, het gaat alleen maar goed, dus weinig te klagen. Hoe ziet jouw normale weken dan nu uit? Want als je dit wil bereiken, ja, dan moet je heel veel trainen. Nou, elke dag trainen gewoon hier in deze zaal. Ja, zo ziet het leven een beetje uit. Huiswerk, school en dit. Ja, is dat wat te combineren nog, ook met school? Moeilijk, maar het gaat toch net. Ja, ja, en als je moet kiezen? Een gemeene vraag, hè? Ik zou toch liever voor het scherm gaan, maar school is ook wel belangrijk. Nog heel even terug naar het filmpje wat ik destijds met je heb gemaakt. Wat ik me nog goed kan herinneren, is dat je toen geblesseerd raakte. Ja, nou, dat is helemaal weg hoor. Geen last meer van, nee. Dank jullie wel. Pijn, Daniel. Ja. Heel veel. Het is een beetje een verrekking. Ja. Wat gaan we eraan doen? We gaan het koelen. Koelen? Koelen, ja. En het is eigenlijk om zwelling tegen te gaan zoveel mogelijk. Ja. Niet meer gaan schermen, joh. Je gaat het alleen maar meer beschadigen. Want hoe blessuregevoelig is deze sport? Valt best wel mee. Bij voetbal is veel blessuregevoeliger dan dit. Ja. En wat zijn de meest voorkomende blessures dan? Nou, door je enkel gaan of zo. Zoiets stoms. Dus meestal niet, het zit er altijd in een klein hoekje. Het is nooit echt gewoon tijdens warmlopen of zo. Gaan er gebeuren meer ongelukken dan tijdens het schermen zelf, moet ik eerlijk zeggen. Wat is het grote verschil met toen en nu, los van dat je een stuk groter bent geworden? Ik scherm nu iets tactischer en ben sneller geworden. Ik denk mentaal ook wel beter. Ja, hoop ik toch. En wat heb je toen het meest geleerd? Ik denk dat ik toen heb geleerd om met blessures om te gaan. Maar daar heb ik nu niet zoveel last meer van, gelukkig. Nee, dat moeten we wel even ergens afkloppen, hè? Want anders ja. De komende jaren, je zegt, het gaat hartstikke goed, Nederlands kampioen geworden, 7e op een jeugd-EK. Waar gaat dit heen? Je bent nog hartstikke jong. Wat gaat er gebeuren? Of waar droom je van? Ik droom van Olympisch kampioen worden, maar dat is nog dat is pas misschien in 2020 is mijn kans, denk ik. Maar ja, daar ga ik wel voor. En dit jaar komt nog het EK en het WK. Dus daar hoop ik ook wel goede resultaten halen en dat zien we dan nog wel. Ja, 2020. Er zou precies net zoveel tijd tussen zitten als de eerste keer dat ik je zag. En nu dan, dus. Ja. Het zou wel mooi zijn om je daar dan weer te zien. Dat zou wel leuk zijn, ja.